Het is april en de perenbomen staan volop in bloei. Deze maand hebben we 320.000 extra werknemers. En dat zijn onze bijen. Die zorgen namelijk voor de bestuiving. Elk bijtje vliegt hier op die heerlijke grote mooie bloemen. En die zorgen ervoor dat er uit dat vruchtbeginsel een peer in dit geval, of straks bij de andere bomen, een appel ontstaat. Om peren te krijgen heb ik vreemd stuifmeel nodig, omdat dit allemaal dezelfde rassen zijn. Dit is allemaal Xenia. En daarom heb ik speciaal Chinees stuifmeel laten komen, waar we bij de kast met de ganzenveer erin hebben gestreken, zodat de bijen dat mee kunnen nemen om deze bloemen te bevruchten. Ondanks dat onze hondjes zo goed de best doen om het onkruid hier een beetje weg te krabben, is dat natuurlijk niet voldoende. En daarom moeten we met een mechanische onkruidfrees daarnaast, om al het onkruid weg te poetsen en ook om alles even goed door elkaar te mixen.